afgelopen twee dagen ben ik hier met alle collega-ministers van de EU in gesprek geweest over een groot aantal belangrijke onderwerpen op het gebied van terrorismebestrijding en veiligheid in Europa. Ik denk dat het echt heel belangrijk is dat we dat in Europees verband doen. Je merkt gewoon, als je dat met elkaar doet, dan kun je over al die landen gegevens uitwisselen. Kun je ook met elkaar gezamenlijk optreden. Grensoverschrijdende opsporing van verdachten. Dat zijn echt heel belangrijke onderwerpen. En ik ben ervan overtuigd dat we het in Nederland heel goed doen. Maar we hebben heel veel voordeel van deze Europese samenwerking. Jouw vergadering, zeg maar, hier inderdaad een lunch over e-justice. Ja. Nou ja, steeds meer ondernemers die werken over de grenzen heen. En dan is het belangrijk dat de regels in de Europese Unie ook een beetje hetzelfde zijn. Stel, een Nederlands bedrijf doet zaken met een bedrijf in Frankrijk dat failliet gaat. Ja, dan wil je toch zoveel mogelijk je schulden kunnen terughalen. Dat zijn de dingen waarover we hier in Brussel praten. Vandaag had ik hier in Brussel de Europese ministerraad, waarin ik met collega's uit andere landen heb gesproken over hoe we omgaan met migratie. Want dat is een van de onderwerpen die we niet alleen kunnen doen in Nederland. Daarvoor hebben we afspraken nodig met alle andere lidstaten van de Europese Unie.